Ja, wat vind ik van Hiddink? Belgisch mens. Aan de ene kant lijkt me een hele aardige man. Ik denk om gewoon een biertje mee te drinken, denk ik dat het een hartstikke goede vent is. Maar... Hallo iedereen, vandaag een hele speciale aflevering. Zoals jullie weten, ik woon in Zuid-Korea en daar is in 2002 iets wonderbaarlijks gebeurd. Er kwam een trainer vanuit Nederland, die kwam helemaal naar Zuid-Korea om daar het nationale voetbalteam in het WK tot de halve finale te brengen. En zijn naam is Guus Hiddink. Tot op de dag van vandaag voel ik nog steeds dat hij als een held wordt beschouwd. Heel vaak kreeg ik de vraag van de Zuid-Koreanen van, is Guus Hiddink in Nederland dan ook zo populair? En weten ze ook dat hij in 2002 naar Zuid-Korea is geweest? Kamdong. Kamdong? Kamdong Nim. Kamdong Nim. Kamdong Nim. Kamdong Wing. Vandaag ga ik met mijn beste vriend naar zijn geboortedorp Varsseveld. Kamdong Nim, yes. Hiddink, Kamdong Nim. Er is een Guus Hiddink museum, naar hem vernoemd. En hopelijk kunnen we ook naar de voetbalclub waar hij is begonnen als voetballer zelf. On arrival in Varsseveld, we immediately went looking for the Guseum, a museum to honor Hiddink. It was a popular stopover for South Korean travelers, and according to Wikipedia, it must still be here. So we asked one of the local shop owners where to find it. Ine, moest luisteren, hebben wij in Varsseveld nog een Guseum? Dat is al jaren weg, en dat is ook niet ergens. Ja, dat wist ik, maar ik heb hier twee heren en die willen graag fotograferen in het Guseum. En toen dacht ik, misschien is het wel verplaatst, maar dat is niet zo. Doei! Ze zegt dat er een aantal dingen naar het voetbalveld verhuisd zijn. Ja. En voor de rest hebben wij hier geen museum meer. Heb je hem ooit gezien hier? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, voor mij is het gewoon Guus, ja, hoor. Hoe lang heb je gevoetbald in je leven? Van denk ik vijf of vier. Ja, ik ben met jou denk ik begonnen. Tot mijn 26 denk ik. En hoe belangrijk is voetbal voor jou? Nou, ik denk wel heel belangrijk, want dat is wel mijn... Een van mijn grootste hobby's, voetbal kijken. Kijken vooral? Kijken vooral, ja. Ja, ik voetbal zelf niet meer. Ik heb een ongeluk gehad en toen ben ik kijk, vrij snel daarna gestopt met voetballen. Is dat iets wat je van thuis uit hebt meegekregen? Voetbal, ja zeker. Mijn vader heeft ook altijd gevoetbald, die kon wel iets beter voetballen dan ik. En ik keek altijd voetbal. En zelf fanatiek Ajax supporter. Maar heb je het idee dat er in Nederland af en toe zo'n voetbalstrijd is die iets te serieus wordt genomen? Ja, zeker. Ook onder vrienden zelf? Ja, ook. Ja, er is wel, wel wat hardheid, ja. Dat merk je al bij ons in de vriendengroep. Maar dan gaat het nog niet eens over, dan hebben we het over NEC en Ajax. We zijn in Nederland sowieso wel hard, hoor, met voetbal. Laten we naar de voetbalclub gaan. Laten we dat doen. Ik had daar vroeger wel veel moeite mee, want je had altijd rond het WK of het EK, zeg maar, dan was er altijd zo'n strijd van... Wie kent de meeste spelers? En, Ja. En ik had altijd wel heel veel moeite, want ik was er niet zo goed in. Dat ik wel een beetje bij de populaire mensen hoorde, dat was wel duidelijk. Maar als het dan eenmaal voetbal ging, dan was het... dan haakte hij af. Dan haakte ik af, ja. Ja, Hiddink is natuurlijk, om even over te schakelen naar Hiddink. Hiddink is trainer geweest van Nederlands Elftal. Ja. En daar deed hij het niet zo goed. De 68-jarige Hiddink krijgt veel kritiek op het spel en de magere resultaten in aanloop naar het EK. En in heel veel landen zou ze je dan niet persoonlijk pakken. Ja. Maar dat is in Nederland wel een beetje gebeurd. Ik denk dat er best wel wat mensen minder positief over Hiddink denken. Alleen foto's van Hiddink. Ja? Zou je een kijkje mogen nemen? Heb je hem gekend, persoonlijk? Ja. Oh, maar ik kwam ook al eerder toen zijn vader en moeder nog leren. Toen kwamen ze nog wel eens hier. Zijn vader heeft er tot zien. 4-75 zal hij nog gefloten hier. Ja? Even naar school meer, maar dan is altijd fluiten. Heel af en toe komt er ook nog wel eens jongens hier. Hè. Ja? En die hadden hij van de Samsung in Duitsland. Ja. God, man, er kwam een hele bus in hier kieken en zo. Ja? Eerste steen gelegd door. Dus nog wat, Hiddink? Dat is open, vader Hiddink. Ja. Vader Hiddink, oh. Ja, Henk, aan de muur. Kijk, ik wil zeggen, die Henk hier nog wel uit. Oh ja. Daar hangt hij. Nee. Zonder snor. Oh ja. Een paar jaar geleden was TV Gelderland hier nog. Ja. Hoe heet dat programma? Ja, Vrienden of zoiets. Maar de nacht van dat lieten ze dan nog met oude spelers, wordt Guus dan met gevoetbald even. Kom naar binnen jongens, Gert, kom. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? Ik zag vanochtend nog een filmpje, Guus even naar Zuid-Korea ging een paar jaar terug. Ja. Hij kan nog niet de straat overheen zonder herkend te worden. Nee, maar hij heeft al wat teweeg gebracht, joh. Ja.
Maar... En het gekke ervan is, nu probeert dat in China weer, joh. Ja. Ja. Nee, maar het is toch, hier in deze regio sowieso wel wat nuchterder, hè? Ik bedoel, het is niet, hier worden mensen niet helemaal gek als ze Guus Hiddink zien lopen. Nee. Het is niet dat ze dan gillend over straat gaan, natuurlijk. Nee. Maar dat vind ik juist wel mooi, eigenlijk. Vind ik ook wel mooi. Ja. Hier zegt ze nog wel eens, die jongens, er waren wel een paar jongens die nog beter konden voetballen naar Guus. En ik bedoel, verder naar de graafschap ging. Ja, dat is dan wel gek, hè. Maar ja, die hebt dan mentaal en werkend wordt dan in de carrière ergens misgegaan. We zijn even bij het ouderlijk huis geweest, maar we wisten niet zeker of het was. De spoorweg 19, ja, ze 2 onder 1 kap. Ja, dat zal wel. Ja, en anders doen we het gewoon in het film. Maar dat klopt wel. Ja, met zo'n klein balkonnetje. Ja, ja. Ja, 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 mooi huis, leuk huis. Ik denk dat wij het grootste deel van onze jeugd ook wel op het veld hebben. Zo, ja, dat mis ik wel. Dat mis ik echt. Elke keer als ik voorbij het gemeentehuis kom in Graven, dan denk ik, ja, daar hebben wij echt alleen maar gevoetbald. Maar we hadden ook weinig plekken om te voetballen, maar we gingen wel overal voetballen. Ja. Zelfs waar het niet echt heel handig was, maar ja. Maar wel een kleine indruk gekregen van hoe die wordt gezien hier op. Ja, dat was wel leuk inderdaad, dat je gewoon toch een beetje een inkijkje krijgt. Ja. Maar het is niet dat ze hier... Dat je binnenkomt rijden en hier heeft Guus Hiddink gewoond of woont hij, joh. Doei! Hey, bedankt! Bedankt, hè! Hoi! Een hele goede trainer. Magische man die groepen bij elkaar weet te brengen en het beste eruit weet te halen. En dat heeft hij ook, denk ik, voor het hele Koreaanse volk gedaan. Dus hij heeft ze naar een niveau gebracht, ongekend, denk ik. Goede trainer. Ja. Echt een people manager die... veel voor het Nederlands voetbal heeft betekend. En met name ook... 6. Bij PSV natuurlijk. Ja. Als elftal. Nee, wel prima coach. Niet de beste van Nederland, maar een goede coach. Ja, bij PSV heeft hij het goed gedaan. Ja, wat vind ik van Guus Hiddink? Ja, dat is een beetje verschillend. Aan de ene kant vind ik het een hele aardige vent, want ik denk dat het een aardige vent is. Maar van de andere kant vind ik ook dat hij best wel veel fouten heeft gemaakt. Hij heeft veel geluk gehad. Twee keer dat hij een kwalificatie afgedwongen door... andere clubs het zwaar hebben laten liggen. Ze kreeg toen ook de bijnaam Guus Geluk. Volgens mij kan hij heel goed met teams die heel goed luisteren naar hem. Maar daar waar echt verdetten in zitten, daar kan hij niet zo heel goed mee omgaan. Is hij op latere leeftijd, dat vond ik ook wel kwalijk, is hij nog naar Rusland gegaan, terwijl hij best wel veel verdiensten had kunnen. Heel verdienstelijk kunnen zijn voor het Nederlands voetbal. En op het moment, en dat vond ik toch wel heel vervelend, dat Koeman klaar stond om het over te nemen. Het trainingschap van was Van Gaal, geloof ik. Had een hele goede periode gehad in Brazilië. Zijn ze derde geworden op een wereldkampioenschap. Toen hebben ze Koeman niet gekozen, maar dan hebben ze hem gekozen. Terwijl eigenlijk iedereen dacht van, nou, Koeman gaat worden. Echt flink op onze bek gegaan. EK gemist, WK gemist. Nou, dat is mede te danken aan hem, vind ik. Ja, wat vind ik van Hiddink? Wel gemengd. Aan de ene kant lijkt me een heel aardige man. Ik denk om gewoon een biertje mee te drinken, denk dat hij een hartstikke goede vent is. Maar mijn type trainer is het absoluut niet. Ja. Zullen we even wat gas meenemen naar Korea?